Welkom, ik ben Sander Rijkers. Welkom in mijn atelier hier in Zeist en ik ga jullie wat vertellen over mijn werk. Ik ben begonnen met gewoon met de kwast en een doek. En het formaat van het doek bepaalde het aantal handelingen. Dus een doek van 40 bij 30 kreeg dan 1200 lagen verf. En vanuit het werken met de kwast en het gelaagde gaf je inspiratie om met een verfroller te gaan werken. En daar ontdekte ik weer andere soort structuren. En van daaruit ben ik steeds meer op die verfroller gaan concentreren, wat daar de mogelijkheden van zijn. En dan had ik het concept van het formaat van het doek niet meer nodig. En ontdekte ik dus dat je op verschillende manieren die gelaagdheid op kunt zoeken en het ruimtelijke van verf. En zo werk ik eigenlijk nu nog steeds. En ik werk eigenlijk met verschillende soorten manieren door elkaar heen. Maar het gaat altijd over tijd nemen, het aanbrengen, geconcentreerd op die handeling. En ervoor zorgen dat ik een ruimtelijke werking krijg van verf. Waardoor je het gevoel hebt, of waardoor ik het gevoel heb, dat ik niet meer naar verf kijk. En dat is eigenlijk een beetje de kern hoe ik hier werk. Met dit werk ben ik bezig om zwarte structuren aan te brengen op gekleurde achtergrond. De achtergrond is ontstaan door restverf, af te vegen, mijn palet, alles wat nog een beetje verf heeft afvegen. Span ik hem op en daarna ga ik er voorzichtig met zwarte verf weer overheen om de kleuren naar voren te laten komen, ook om er weer die structuren aan te brengen. Zodat je op een afstand denkt dat het een plat werk is, maar dat je dan dichterbij komt en dat die structuren op je afkomen. En dit is een hele nieuwe serie waar ik dit aan het onderzoeken ben en waar ik best wel content over ben.